Stel, je hebt een relatie. Het gaat goed en jullie zijn toe aan de volgende stap. Je gaat op zoek naar woonruimte en moet dan kiezen. Ga je trouwen of samenwonen? In de christelijke bubbel wordt er meer getrouwd dan daarbuiten. Maar er zijn ook steeds meer christelijke jongeren die ervoor kiezen om te gaan samenwonen. In deze video zoeken we uit hoe verschillende jongeren denken over dit onderwerp en leggen we dit hete hangijzer ze voor aan een studentenpastor. Zou je willen trouwen of samenwonen? Wat zeg jij dan? Trouwen. Eerst samenwonen, denk ik, ja. Omdat je dan toch een beetje aanvoelt hoe het nou echt zit. En dan kan je die keuze voor trouwen, denk ik, maken, ja. Nou ja, ik ben christelijk en ik geloof dat God ons heeft samengebracht voor het huwelijk. Dus ik wil trouwen en niet eerst gaan samenwonen. Ja, ik vind trouwen dan net iets meer commitment of zo. En samenwonen is gewoon, kan je altijd nog vanaf wijken. En trouwen is dan wel een groter obstakel om nog vanaf te zien. Nou, ik ben Dennis Hardeman. Ik ben Sophie Hardeman van de Weert. Getrouwd met Dennis. We hebben elkaar ontmoet op de PABO. Toevallig bij elkaar in de klas. En eerst waren we echt beste vrienden. En later, toen hij naar Boedapest ging, ging ik hem heel erg missen. En toen is een beetje het balletje gaan rollen. Voor mij was het juist iets heel moedigs en iets wat ik echt wilde. Een soort, ik wil die commitment met hem aangaan. Ook al gaat het ooit op een dag misschien minder goed. En ook al komen we in diepe dalen terecht. Ik vecht voor jou, omdat ik van jou hou. En dat is een belofte die ik wilde afleggen voordat ik ging samenwonen. Ik ben Laurens van der Vieren. Ik ben opgeleid als theoloog. Ik heb een aantal jaar gewerkt als voorganger in Amsterdam. En ik ben langzaam steeds meer het studentenwerk ingerold. Ik werk als studentenpastor en denker voor IFES Nederland. Dus veel christenen kiezen ervoor om eerst te trouwen en dan te gaan samenwonen. Dat komt denk ik op twee redenen. De hoofdstroom van de christelijke traditie heeft altijd gezegd, een paar dingen horen bij elkaar. Dus een levenslang en een heel breed commitment voor elkaar. Dus je wordt echt een soort nieuwe familie, een nieuwe eenheid in de samenleving. En je vader en moeder verlaten en één vlees worden, één familie worden. Dat hoort bij het delen van je leven. Dus als je dat allemaal optelt, dan heb je het al snel over trouwen. Als een groter geheel waarbinnen je ook je leven deelt. En de tweede reden is specifiek rond seks. Dat is voor christenen ook eigenlijk vaak onderdeel geweest van het grotere pakket. En levenslang commitment, breed commitment en daarbinnen dus ook dan intimiteit hebben. Dus dat zijn twee redenen waarom christenen zeggen eerst trouwen en dan al die andere dingen. Het is echt super mooi dat je elkaar trouw belooft, zelfs als je niet weet hoe het leven gaat lopen voor je verandert. Omdat dat zoveel veiligheid geeft. Dat je daarbinnen dus gewoon niet meer de vraag stelt, blijven we nog bij elkaar? In wat voor situatie ook komt. Het wordt moeilijk of je periode kan je elkaar moeilijk vinden, maar je gaat gewoon niet de vraag stellen, blijven we nog bij elkaar? En dat maakt dat alle energie niet gaat naar twijfelen en bij jezelf vragen van, willen we dit nog? Kan ik dit nog? Maar dat de energie alleen maar één kant op gaat, hoe krijgen we dit weer goed? Er is maar één weg en dat is gewoon er samen uitkomen. En dat vind ik echt heel mooi, want dat geeft veiligheid en uiteindelijk denk ik helpt dat om het dus ook niet alleen vol te houden, maar om het goed te blijven hebben samen. Ik ben Tim Oldenburger, ben 23 jaar. Ik woon hier in Rotterdam, samen met mevrouw Naomi. Yes, en ik ben Naomi, ook Oldenburger, Muse. En ik ben 23 jaar ook, ja. Ik denk dat het beeld trouwen in mijn hoofd was wel altijd dat je hebt een relatie en dan ga je verloven en dan ga je trouwen en dan ga je samenwonen. En ik denk dat in onze relatie zijn we, of ben ik daar echt wel anders over gaan denken, omdat, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik denk dat dat gewoon een gevoel is of zo. Ik ben heel erg een gevoelsmens en het gevoel was heel erg goed en dit kwam op ons pad en toen hebben we allebei gezegd, ja, we gaan niet de 3 of 2 huizen betalen als we ook gewoon samen in 1 huis kunnen zitten. Want eerst was misschien nog het idee van Tim gaat hierin en ik hou nog mijn studentenkamer. Maar toen dacht ik, ja, dan ben ik hier alsnog 24/7. Dus dan betaal ik echt geld voor niks. Dus dat gaan we niet, dat gaan we niet doen, zeg maar. Dat is ook niet nodig. In mijn ogen is het ook niet zo zwart-wit. Het gaat erom dat je bij iemand bent waarvan je weet, dit is waar ik moet zijn, dit is degene voor mij. En dat je niet met Jan en alleman denkt van, goh, hè, vandaag ben jij aan de beurt en volgende maand dan zoek ik iemand anders op waarmee ik ga samenwonen of wat dan ook. Ja, ik denk dat dat vooral de key is. Ik denk dat het voor ons het geval niet ging om trouwen en dan pas gaat dat gebeuren. Bij ons was het gewoon,
jij bent gewoon degene voor mij en voor dit hele leven. En ik kies voor jou. En trouwen is een mooie brug daarin, maar dat is niet een voorwaarde om samen te kunnen wonen. Ik denk wel dat, ik ben wel van mening, ik denk als dat trouwen niet op de planning stond, dat ik daar misschien anders in gestaan had. Want ik vind trouwen wel iets moois dat je aan je omgeving en voor God laat zien van wij hebben voor elkaar gekozen. Maar ik vind niet dat samenwonen pas daarna hoeft. Het kan ook daarvoor. Ik zou als eerste samenwonen, ja. En waarom zou je dat als eerste doen? Ik denk dat een iets kleinere stap is dan gelijk gaan trouwen, ja. Als je samen gaat wonen, heb je nog helemaal niet getrouwd. En zeg maar, je wordt best wel seks voor het huwelijk wel ze maar gaan bewaren. Ja, kijk, dan is toch al die stap niet helemaal tactisch als je het mij vraagt. Je hoort natuurlijk wel vaak dat jongeren zeggen ik ga trouwen, want dan mag ik seks van de kerk. Wij zijn niet getrouwd om seks, want wie gaat er nou trouwen om seks? Een relatie en zo'n commitment gaat veel dieper dan alleen het lichamelijk stukje. En lichamelijke liefde is een heel mooi stuk dat hoort in het huwelijk. Maar als jij al voor ons de keuze hebt gemaakt, wij gaan voor elkaar, dus je hebt die commitment al. Ik heb wel tegen Dennis gezegd, ik geef mijn lichaam pas aan jou als ik weet dat we gaan trouwen. En wat is nou het verschil tussen een samenlevingscontract is natuurlijk ook een commitment. Dus je zou kunnen zeggen, waarom zou ik dan trouwen als ik ook een samenlevingscontract zou doen? Voor mij persoonlijk, ik heb Gods zegen nodig als ik ga trouwen. Dat krijg je niet met een samenlevingscontract. De liefde vieren, maar ook trouw beloven in bijzijn van familie en vrienden in de kerk. En dit vieren met elkaar. Ik weet niet hoe een samenlevingscontract werkt en of er vrienden of familie bij zijn om daar ook van te getuigen. Misschien wel, misschien niet. Maar dat vind ik ook heel mooi aan trouwen. Dat je echt je ouders hebt die je weggeeft. Van dit is mijn dochter, ik heb jou opgevoed. En met heel veel liefde, maar nu geef ik jou weg en over aan een man die voor jou gaat zorgen. Nou, je merkt wel dat op het moment dat het gaat over samenwonen of inderdaad over vaak ook inderdaad seks voor het huwelijk, dat er best wel een taboe op heerst en dat sommige mensen niet echt over willen praten. En zeker dan met het samenwonen heb ik wel gemerkt dat als je er gewoon over praat en dat je ervoor openstelt, zowel wij zelf als familieleden, ouders. Als je er gewoon goed over praat en je legt uit van waarom vind je dan iets of waarom denk je zo? Dat je vaak, je hoeft het er niet over eens te zijn, maar je kan elkaar wel begrijpen en dat helpt dan in acceptatie. Het belangrijkste is inderdaad dat mensen er gewoon voor openstaan om met je te praten. Ja, en dat je zelf weet waarom je het wel of niet hebt gedaan. En ik denk dat je, als je moet gewoon voor je eigen geluk gaan. En als dat jou gelukkig maakt, dan is dat oké. En wat mensen dan om je heen ervan denken, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Je moet, voordat je intiem gaat zijn met iemand, is het denk ik belangrijk om te weten dat je geeft niet zomaar iets. Je geeft wel je lichaam aan iemand en het is iets heel intiems. En ik denk dat God dat ook bedoeld heeft voor twee mensen. En niet om dat te delen met iedereen die je tegenkomt. Of zeg maar waar je niet zeker van bent. Of je daar je leven mee wil spenderen. Dus ik denk dat dat voor ons een hele duidelijke was. Van toen we daar zeker van waren, zeg maar. Van wij horen bij elkaar en we gaan dat doen. Dan is seks en intimiteit een onderwerp waar je over na kan denken. Maar ik denk dat dat wel binnen die grenzen hoort. Ik denk dat misschien dat wel een vlak is waar nog meer mensen dan op struikelen dan überhaupt dat je samenwoont. Dat je dan ook intiem met elkaar bent. Of dat mensen dat verwachten. En ik denk dat vooral daar in de christelijke gemeenschap over gestruikeld wordt. Van dat hoort toch binnen het huwelijk. Maar ik denk dat God wel twee mensen voor elkaar bedoeld heeft. En dat binnen die twee mensen moet blijven. Maar ik denk dat als jij weet dat je heel je leven bij elkaar blijft, dat het dan oké is. Denk toch eerst trouwen, maar ik weet het niet zeker. Ik zou wel eerst een soort van samenwonen, maar niet helemaal vast. Ik denk eerst wel samenwonen en daarna trouwen, uiteindelijk wel, ja. Zo kom je toch denk ik wel diegene nog beter, die leer je toch beter kennen. En voordat je dan echt gaat trouwen, dan lijkt me wel fijn om eerst samen te wonen. Ja, ik herken zeker de trend dat veel mensen gaan samenwonen zonder of voordat ze gaan trouwen. Ik zie het overal om me heen, onder studenten, in mijn kerk, in mijn familie. Ja, er rust nog steeds een taboe op
Ik denk omdat het met zoveel emoties gepaard gaat. Het is vaak vanuit de kant van ouders of opa's en oma's. Die wensen denk ik heel vaak het beste van kinderen. Een duurzame relatie, levenslang, veiligheid, dat hun kinderen niet beschadigd worden, et cetera. En als hun kinderen dan kiezen om te gaan samenwonen zonder te trouwen, zien ze daar een risico. En dat roept natuurlijk allerlei emoties op en dat is vaak niet zo makkelijk om erover te praten. Vanaf de andere kant, als je natuurlijk zelf in die situatie zit, je kiest ervoor om te gaan samenwonen, dan is het ook is een groot live event. Dus, dus er zitten ook allerlei emoties omheen. Als dat dan niet door je omgeving geaccepteerd wordt of gewaardeerd, is dat natuurlijk ook heel, heel lastig, heel pijnlijk en daardoor dus denk ik van alle kanten heel moeilijk om erover te praten. De Bijbel zegt natuurlijk van alles over relaties, commitment, trouw. De vraag is wel hoe je dat vertaalt naar nu. Dus het is altijd lastig om te zeggen, de Bijbel zegt dit over dit specifieke vraag die we hebben. Want de vraag zoals die nu leeft speelde in de Bijbel niet. Hè? Je had samenwonen zoals we het nu kennen, was er toen niet. Het was een hele andere samenleving. Mensen trouwden jong, werden vaak uitgehuwelijkt. Er was tijd zonder voorbehoedsmiddelen, dus alleen dat al. Er was altijd een koppeling tussen seks en voortplanting. Dus de samenleving is heel erg anders. Er staat dus van alles in de Bijbel. Maar hoe vertaal je dat naar nu? Op zich, los van die vertaalslag, is denk ik de beste en duidelijke lijn in de Bijbel. Een tekst die altijd terugkomt is Genesis 2. Dus een man zal zijn vader en moeder verlaten. En ze zullen, zal zich hechten aan zijn vrouw, zullen één vlees worden. En ze waren naakt en ze schaamden zich niet. Staat een prachtige tekst. En daar zie je dus dat soort totaalpakketje. Het is je vader en moeder verlaten en één vlees worden. Dus een nieuwe familie vormen. En daarbinnen is dan die geen schaamte en intimiteit. En dat zie je later in het Nieuwe Testament opgepakt worden. En Jezus benadrukt dan heel erg die kant van levenslange trouw. Als hij zegt, wat God heeft samengevoegd mag een mens niet scheiden. Dus op zich is dat denk ik een hele duidelijke lijn. Een soort totaalpakket, echt commitment aan elkaar om elkaar te beschermen. Daarbinnen je leven delen en ook seks. De vraag is hoe je dat vertaalt naar nu. Ik denk dat ik in het begin, zeker toen ik het aan mijn ouders of zo ging vertellen van we gaan samenwonen, dat ik toen, want ik weet de mening van mijn ouders en dat is hun volledige recht, maar dat vond ik wel spannend. Dat ik dacht, ja, want nu ga ik tegengas krijgen, wat moet ik dan zeggen? En dat vond ik wel heel lastig, maar daarna hebben we gewoon ook samen erover gepraat en heel duidelijk gezegd, ja, maar dan zei Tim dan van, ja, maar nou, het is onze keuze en wij hebben daar goed over nagedacht samen en wij worden daar gelukkig van, dus wat dan iemand anders daarvan vindt kunnen we meenemen, maar dat gaat die keuze niet veranderen. En ik denk dat dat daarna heel erg heeft geholpen als mensen het nog aan me vroegen, dat ik er gewoon zei van ja, wij voelen ons daar goed bij en daarna heb ik het ook niet meer als vervelend ervaren. Ik ervaar het ook niet per se dat wij onze keuze moeten verdedigen, maar meer dat mensen daar geïnteresseerd in zijn en dan wil ik het ze best uitleggen en nou ja, op een gegeven moment merk je vanzelf of mensen zoiets hebben van ja, maar dat is niet goed. Nou ja, prima, dat moet jij weten. Doei. Ja. Op een gegeven moment is het gesprek ook klaar. Ik denk dat we wel echt voordeel aan hebben gehad dat we samen hebben gewoond. Je leert toch, je kent elkaar natuurlijk wel, maar ja, als je samen gaat wonen kom je toch achter heel veel andere kleine dingetjes die iemand anders zijn gewoonte zijn of waar je tegenaan kan lopen. En ik denk dat in de periode voor ons huwelijk we dat allemaal van elkaar wisten en daarachter kwamen en daar oplossingen voor gevonden hebben. Na je trouwdag kom je thuis en toevallig zijn we dan ook in Rotterdam getrouwd, dus nou ja, we worden thuis afgezet. We hadden een paar dagen vrij voordat we op huwelijksreis gingen. Je kan gewoon lekker bijkomen, je hoeft niet te stressen om ik moet nog verhuizen of ik moet nog inpakken, uitpakken. Dat is het echt, ja. En gewoon daarna. We konden op vakantie, we konden lekker van elkaar genieten en we kwamen terug en het leven was gewoon normaal. Ja, je hoeft niet meer over alles na te denken. Want ik denk, in het begin van ons samenwonen moest je heel erg nadenken over wat ga je doen en wat verwacht je van elkaar en ben je wel thuis of ben je niet thuis. En nu is dat al zo normaal dat je daar niet om hoeft te stressen of zo. Wij zijn, in ons geval zijn we gaan samenwonen pas toen we getrouwd waren. Daarvoor, in onze relatie, waren we heel vaak weekenden bij elkaar. En dan een soort van samen, maar met ouders, schoonouders, broers en zussen erbij. En op een of andere manier had ik toen heel erg het gevoel dat je een beetje elkaar moest vermaken of iets dergelijks. Terwijl je niet je eigen plek had, omdat je toch ergens anders was. Of ik had het gevoel, ik moet een beetje voor Sofie zorgen, ik moet een beetje vermaken. Leuke dingen doen. In het weekend je eigen rust wilde pakken of zo. Dus dat had, ja, voor mij persoonlijk, dat is dan iets wat bij mij vandaan komt. Maar viel dat helemaal weg toen we samen kwamen wonen. Want het is echt je eigen plek en
zeggen dat ik die witte broodweken, die eerste weken, daar geniet je zoveel van. Maar dat was ook wel echt, je geniet echt van zelf je dingen regelen. Met z'n allen daar een ritme in vinden. Nou, koken jij de eerste dag. De eerste keer is dat allemaal super knullig leuk. Maar die hele irritaties van, oh, ik moet daarvoor zorgen. Of ik moet iets rekening mee houden, dat was helemaal weg. Dus ik denk dat eigenlijk sinds we samen wonen, dat het alleen maar veel beter gaat. Ja, het was echt een leuk avontuur die we samen zijn aangegaan. Ritme zoeken, hè? Ja. Ja, dat is het eigenlijk. We hebben snel gevonden. Ja, zeker. Nee, als tip voor jonge stellen die ook eigenlijk denken over een volgende stap in een relatie, zou ik het sowieso hebben van, praat gewoon lekker veel met elkaar. Volg zo'n pre-marriage course, daar hebben we echt veel van geleerd. Praat met je ouders, praat met je opa, oma, gewoon bij wie je prettig voelt. Praat met vrienden, ja. Zorg dat je gewoon lekker veel verschillende meningen hebt. Niet dat op het moment dat één iemand A zegt, dat je ook denkt van oké, dus het moet A zijn. En durf ook je eigen wil te volgen. Ja, en je eigen gevoel. Doe wat goed voelt voor jezelf, denk ik heel erg. Maar als jij gewoon weet van met deze persoon kan ik mijn leven delen, dan zit het goed. En dan moet je zelf kijken of je wil samenwonen, ja of nee. Of dat je eerst wil trouwen. Maar dat is denk ik voor iedereen zijn eigen keuze. En dan moet je gewoon je gevoel in volgen. Nou, stel je denkt erover na, ga ik trouwen of ga ik samenwonen? Praat erover met vrienden, familie, met elkaar, vooral met elkaar. Vertel ook, hè, waar ben je bang voor? Waar ben je bang voor als je eerst trouwt en dan samenwoont? En waar ben je bang voor als je samenwoont en dan pas trouwt? Dus communiceer naar elkaar, elkaars diepste angsten en ook elkaars diepste verlangens. Omdat je zo een heel mooi gezamenlijk doel creëert en dan ook 100% achter je keuze kan staan. En geloof je in God, breng het ook in gebed. Want relatie is een drie-eenheid met God daarbij. En ook Hij zou je leiden op de weg die jij samen met elkaar zou gaan. Ja en wees eerlijk naar elkaar. En gewoon eerlijk zijn, dat is gewoon zo goed voor je relatie en voor jezelf ook om het te plaatsen. En gewoon lasten die je misschien kunt dragen van twijfels die je hebt. Door dat gewoon alleen uit te spreken naar elkaar, dat haalt zoveel lasten weg. Dus gewoon praat met elkaar, praat met vrienden erover. Maar forceer jezelf ook niet van, ik moet het snel weten. Of neem daar ook wel een beetje de tijd voor. Maar heb het er gewoon over. Communiceren, plaats het in je hoofd. Vorm er een eigen mening over.